Jullie kennen de ziekenomroep Mozaïek, begrijp ik? Ja, die kennen wij, ja. Waar kennen jullie hem van? Nou, ik zit zelf bij een mannenkoor in Groenlo. En volgens mij heeft Mozaïek als een keer bij ons gefilmd al. Dat kan maar zo. Ja. En jullie zitten alle drie bij dat koor? Nee, ik zit er alleen bij. En in Groenlo bij het koor en wij in Almelo. Ik heb mijn debuut gemaakt bij de Gospel Church gisteravond op het podium. Op het podium, zo. Ik kwam recht aan de hand binnen. Andere leren van het. Ja. Dat is natuurlijk heel erg mooi natuurlijk. Heel intens. En je hebt ook al een bodyguard. Ja, ik beschouw hem eigenlijk als mijn bodyguard. Ja, ik bedoel, hij heeft het postuur ook wel, hè? Ja, maar hij heeft ook de goede mentaliteit. Hij zorgt goed voor ons. Ik speelde de zwaarste stem natuurlijk. Even mijn cola. Ja, we zijn hier op uitnodiging van de heer Van Ooyen van het mannenzangvereniging Internos uit Groenlo. Wij moesten allemaal een keertje de Zwarte Cross meemaken, nou bij deze. En wie heeft jullie uitgenodigd, een van die mannen dan? Ja. Er zijn nou een hele hoop mannen natuurlijk. Ja, maar, u maakt nu kennis met de harde kern van de zangvereniging Almelo. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Kunnen jullie even een klein stukje laten horen? Dat kunnen we niet horen, want hier is allemaal harde. Hier komen jullie toch wel bovenuit. Ja. Met z'n allen. Vassenveld, rechts van Vassenveld. Zakko met een boks aan het slaan. Links van Vassenveld, rechts van Vassenveld. Mannen met de sikke bokken aan. We zijn hier in de oase, op de Zwarte Cross. En ik zie iemand heerlijk lui liggen in een hangmat. Dag meneer. Hallo. Ik mag u even, u bent hier op de Zwarte Cross hartstikke vermoeid. En u bent nu in de oase van de rust even aan het genieten. Heerlijk, heerlijk, ja. Dit is uw eerste dag? Nee, derde. De derde dag? Derde dag. Is dat lichamelijk vol te houden? Ja, heel goed, ligt eraan waar je drinkt. Water. Nee. Ijstie en voor de rest niet veel, hè. Ja, wat vergelijkbaar is? Geen alcohol. Nee, dat moet je sowieso niet doen. Nee, ja, dat kan, maar. Wat brengt jou hier naar de Zwarte Cross? Blijf mooi, hè. Ja. Blijf mooi. Ja. Ja. Je rijdt zelf ook motor? Ik rijd zelf ook motor, ja. Ook een crosser? Semi-crosser. Je kunt er goed mee op zand komen, ja. Ja. En voor de rest is het ook allemaal veilig op de weg? Ja, het mag ook gewoon op de weg, hè. Ja. En het gaat ook goed op de weg, ja. En dit is het eerste jaar dat u hier bent? Nee, dat is al meerdere malen geweest. Oké, en elk jaar weer trekt het toch die Zwarte Cross? Elk jaar weer moeten we gaan. Deze toko is van u, begrijp ik? Dat klopt, ja. Wat is dit voor een bedrijfje? Dit is een IKEA waterpijp lounge. Kan je lekker een waterpijp roken met verschillende smaakjes. We hebben vandaag alleen nog appel, de rest is uitverkocht. En dan kunnen we met een rustmoment vinden. En waterpijp roken geeft rust? Ja, voor heel veel mensen wel, ja. Even chillen, even lekker zitten met vrienden, biertje erbij, barcootje. Ja, dat doen ze eigenlijk. Ja. Dit is een Egyptische waterpijp. Hier heb je een tabakskop, daar doe je een tabak in. Dan heb je natuurlijk verschillende smaken. Nou, wij doen een appel in. Dan heb je een kooltje die je dan bovenop legt, op het fruittabak. Steek je hem aan. En dan zet je hem er bovenop, op de waterpijp. En dan kun je er lekker aan roken. En dat adem je ook over je longen in? Zou je kunnen doen, maar wij raden het af, want het is puur om de smaak. En dan krijg je een appelsmaak in je mond. Je wilt ook wel proberen, of niet? Gaan we doen. Als, dat inhalen, Erik. Ja. Het geeft inderdaad een appelsmaakje.
Het is inderdaad een appelsmaakje. Ging net even iets te ver met mijn rook. En dit delen jullie gewoon van huis uit. Zitten hier meerdere mensen, zoals ik hier achter mij kan zien? Ja, er zitten vier slangen aan. Ja. En dan kan je één waterpijp, kan je dus met vier man aan zitten. En dan kan je, ja, netjes daar ziet, kunnen ze met z'n vieren of met z'n meren lekker een waterpijp roken. En dat is puur voor de ontspanning, lekker relaxen, lekker chillen, niks moet, alles mag. Juist, dat klopt. En vooral op Zwarte Cross. Vooral op Zwarte Cross. Ja. Ik neem nog even een teug. Mede-eigenaar. Mede-eigenaar. En hier halen jullie het bier mee? Ja, als het goed is. Want op water kunnen jullie niet leven? Nee, dan gaat het niet goed komen. Nee, hoe zijn jullie tot dit plan gekomen? Tot deze groep? Hoe is het ontstaan? Geen idee. Je werd wakker en het was er? Ja, zoiets. Een jaar of 12 terug. Jullie komen jaarlijks op de Zwarte Cross hier mee? Ja. Jan het ouder aan de stok met de Zwarte Cross. En zo gaan jullie elk jaar naar de Zwarte Cross om je bier te vervoeren. Ja. En thuis staat vervolgens de kruiwagen weer met bloemen tot de volgende Zwarte Cross? Nou, dus gaat hij in de opslag. Even schoonmaken en bijwerken en in de opslag. En dan gaat hij. We typen wensen met typemachines en die wensen die stoppen we in een brievenbus en dan kunnen mensen ook weer een wens pakken van iemand anders. Dus we wisselen eigenlijk de wensen uit van de mensen die aan het typen zijn. En daar wordt ook wat mee gedaan met het uitwisselen van? Ja, zeker, worden mensen heel gelukkig van en blij. Of in ieder geval vinden ze het grappig. En is het ook het delen van iets? Nou, het staat hier ook op, hè, op het papiertje. Mijn wens voor jou, hè? Dat is hier het logo van de Zwarte Cross. En mijn wens voor jou, en dan kunnen ze typen. Dus je deelt eigenlijk een wens. Dus jouw wens voor iemand anders, een onbekende. Ja, leuk. Ja. En dan op zo'n ouderwetse typemachine. Ja, en dat is een leuk gespreksonderwerp, hè? Omdat er is een generatie van mensen die er vroeger nog op heeft getypt. En er zijn dus ook generaties die het helemaal niet kennen. Ah, en dat is ook heel leuk. Ik typ een wens voor iemand. En jij kent die persoon niet, maar je wenst hem gewoon al het geluk van de wereld? Nee, ik wens hem elke ochtend een vers gepest glas sinaasappelsap. Zou ik zelf ook wel willen. Ja, ik wou zeggen, komen ze dat bij jou ook brengen dan? Wie weet, ik mag straks ook een wens pakken, dus geen idee wat erin staat. Succes ermee. Dank je wel. 8 mensen mogen meedoen, want er zitten 8 knakworstjes in een blik. Je ziet. Oh, wacht, moet ik mijn stoel erbij hebben. Ja, kijk. Hij kan er doorheen, hè? Die schieten er dan doorheen en die moeten jullie vangen. Zo simpel is het. Het is heel simpel. Ja, je gelooft het niet, maar je zult het straks echt zien. Jullie staan iets te ver weg, maar je mag nu wel even blijven staan. Ik zou rekening houden met de windrichting ook.
en je moet niet nu al je broodje opeten. Dat wordt hem. En jullie staan op een juiste afstand. We gaan beginnen. Jacob, doe het blikje in het vuur. Zet hem op, Pieter. Staat het vuur al aan trouwens? Ja, ik zie het vuur. Het is bloedheet in het ding, hoor. Ja, let ja, het op. Ik voel het. Ja, kijk omhoog. Kijk omhoog. Kijk omhoog. Het is ongelooflijk. Ja. Pieter. Pieter. Het is nog nooit gebeurd. Nog nooit gebeurd. Een heel bosje. Fucking hell. Dat is nog nooit gebeurd. Een hele. Een hele. Nooit. Jij mag daar Chicago-staal hotdog voor jezelf maken. Flikker er alles op wat je wil hebben. En nog een applaus voor Ed. Ed heeft het worstje. Jullie. Ed, laat nog even je worstje zien. Laat je worstje zien. Jullie helaas, pindakaas. Sorry, pindakaas. Ja. Geen applaus, dit zijn pindakaas. De losers. Er is maar één winnaar. En dat is deze man daar. Ongelooflijk. Wij zoeken Zwarte-Cross-helden. Net zoals Suzanne, net zoals die andere jongen die op klaar staan. Momentje voor jezelf? Ja, hallo, tegenwoordig. Het is 24 uur zorg, hè? Ja. Je moet je momentje pakken. Ja. Als dan die slavendrijver ligt, ja. Dan redden jullie het helemaal niet meer. Het is alleen maar productie. Ja. Ook al zijn er meer handen aan bed, maakt nog niet uit. Nee. En tijd voor een patiënt hebben ze niet meer, hè? Nee, joh, nou ja. Je mag niet even lekker gaan zitten keuvelen. Je moet gewoon huppa aan de bak. Nou ja, op de OK keuvel je niet zoveel, hè? Nee, dan snijden jullie, hè? Dan snijden we ze. Ja. Ja, ja, ja. Dan halen we alles eruit wat we kunnen gebruiken. Ja. En daar hebben wij wel een handeltje voor. Oh, heel goed, ja. Ja, maar als die baas dat weer weet. Heb je een probleem, hè? Ja, dat klopt. En dat scoort nog alles? Dat brengt wel wat... Brengt wel wat extra geld in het laadje, ja. En alles gaat in goed overleg vooraf? Alles gaat naar een goed doel ook uiteindelijk. Ja, en dat weten de mensen ook waar jullie gewoon in snijden. Ja hoor, hebben we allemaal zwart op wit, zeg. Als ik daar stroom doorheen laat lopen, dan kan ik een magneet maken. Dat noemen we een elektromagneet. En ik heb hier nog een ring. En deze ring is van zichzelf niet magnetisch, hij blijft niet plakken. Nou, als ik die eromheen doe en ik zet de apparaat aan, dan ziet u dat hij omhoog springt. Nou, heeft u enig idee hoe dat zou kunnen? Geen idee, dat zal de energie zijn. Nou, hier loopt stroom doorheen, dus dit wordt een magneet. Alleen stroom en magnetisme hebben een wisselwerking. Hier gaat vervolgens ook stroom doorheen lopen. En dit wordt ook een magneet. En twee dezelfde magneten, die stoten elkaar af. Nou, dat is wat er te zien is. Een ring van een ander materiaal
blijft zweven. Ja. Dus hier, deze is zwaarder en de zwaartekracht houdt hem dus tegen. Zo'n apparaat heeft bijna iedereen in zijn huis staan. Het is namelijk de oplader van een elektrische tandenborstel. Een royale oplader dus? Ja, dit is daadwerkelijk een oplader. Nou, u ziet hier een beetje draad omheen gewonden. Daar kan nu een lampje aan. Dus eigenlijk wordt er draadloos energie overgestuurd. Nou, dat gebeurt in deze ring natuurlijk ook. Ik stop hier geen stekker in. Dit is allemaal plastic, dus het glijdt niet. Maar toch gaat er stroom doorheen lopen omdat ik hem dichtbij hou. Nou, zo kun je tegenwoordig ook opladers kopen van een telefoon. Die plak je onder de tafel, je gooit je telefoon erop en hij laat wel op. Nou, dat gebruikt precies hetzelfde principe als we hier kunnen laten zien. Dus dat gaat nu ook met een smartphone? Ja, dat zit al in de nieuwste smartphones. Dat is gewoon te koop. En er wordt bijvoorbeeld ook naar gekeken of op die manier elektrische auto's op te laden zijn terwijl ze rijden. Als je maar genoeg spoelen onder het wegdek plaatst, dat misschien zin heeft terwijl ze rijden of op parkeerplaatsen. Ja. Dat is net zo met een e-bike. Als je bergaf gaat, dan laad je inderdaad verder op. Ja, precies. Maar dat zou dus nu ook op rechte stukken kunnen. Alleen er moet wel overal spoelen in het wegdek worden gemaakt. Is net uit de vloeibare stikstof gekomen en die gaat nu over de oplader. Ja, deze ring is min 196 graden. En u zult zien dat als ik de stroom aanzet, dat die veel hoger schiet dan de gewone ring. Nou, dat komt omdat de geleiding veel beter is geworden. Alle deeltjes in de ring staan stil, waardoor de stroom er in no time doorheen kan racen. Dus er kan heel veel stroom doorheen. Het wordt een hele sterke magneet. En daarom schiet hij dus heel ver de lucht in. Geweldig. Dankjewel voor al je informatie. Graag gedaan.